Arjen, 3-2 verlies, heel zuur hè? Ja, ik denk voor iedereen die erbij was dat dit dat een hele zure avond was, ja. We zullen even naar jezelf kijken. Nou, het was binnen een minuut. We kregen al een goede kans eigenlijk, hè, dat je net die bal miste. Ja, eigenlijk, ik weet niet hoe snel het was, maar die kwam inderdaad teruggetrokken voorzet. En je zou het niet zeggen op zo'n fantastische grasmat, maar op een of andere manier gebeurde er iets waardoor ik hem niet raakte. Ja. En ja, dat is zonde. Maar goed, toen kwamen we in ieder geval het nog fantastisch 1-2-0 voor. Dus dan vergeet je dat wel. Ja, want het eerste uur heeft Odin eigenlijk helemaal totaal niets gecreëerd, hè? Nee, we wisten eigenlijk wel hoe ze zouden spelen. En dat is volledig uitgekomen hoe we het hebben voorbereid. Met ook het slechtste scenario uiteindelijk. Maar goed, ik denk inderdaad als we naar de eerste 60 minuten kijken dat we nergens bang voor hoeven te zijn. We hebben genoeg gecreëerd, ondanks dat zij met 10 man achter de bal speelden. We kwamen 1-0 voor, 2-0 voor. En, ja. Kreeg je kans op 3-0 met Kabuni? Ja, met Kabuni nog. Nou ja, ik zelf nog. En ja, dat is misschien een voetbalwedstrijd denk ik uiteindelijk. Maar goed, ja. dan zie je wel dat we het uiteindelijk niet over de scheep kunnen trekken. Want jij kreeg natuurlijk een dot van een kans natuurlijk op de 3-0. Nou, op dat moment kon je misschien wel onder de mat kruipen. Ondanks dat het heel mooi is. Ja, het is gewoon een beetje het scenario van een voetballer of van een aanvaller heb ik altijd het idee. Als je hem maakt, dan spring je daar bij die gasten in de tribune. En dan is het 3-0 en is het fantastisch. En ja, ik denk dat ik net te veel tijd neem. En daardoor maak ik hem niet. En dan zal je altijd zien dat je na 90 minuten je nog slechter voelt. Ja, absoluut. Als je dan alleen van die keeper komt, denk je dan niet van... Of ga je dan te veel twijfelen? Dat je denkt van ik ga dus links, ik ga rechts of bij. Of ik ga die ene schieten? Ja, het is een moment dat ik hem eigenlijk precies langs die cv tik. Dus dat is eigenlijk, zij staan volledig stil. Ja. En je weet op dat moment, uit mijn eerdere ervaringen, juist dat ik rustig moet blijven. En ik denk dat ik dat goed doe. En ik wil eigenlijk rechts om de keeper. En op dat moment dat ik hem daarheen tik... Ja, doet hij denk ik goed en ik heel slecht. Dat ik twijfel dat ik die kan niet meer op kan. En ik denk ja, dat het vanaf de tribune eruit ziet dat ik er doorheen wou lopen. Het ziet er niet uit. En ik twijfel, ik wil nog van kant wisselen. En, dat eigenlijk moet je niet twijfelen. Nee, ik zei ook, ja, daarna denk je ook gelijk, hoe vaak ik op de training wel niet dat heb en dan gewoon gelijk door zijn benen of langs hem schiet en het gewoon een goal is. Maar goed, ja, dat is niet anders nu vanavond. 2-1 kwam echt letterlijk in figuurlijk uit de lucht vallen. En dan de 2-2, ja, en hun gaan dan natuurlijk ruiken, er is meer te halen. Ja, dat zeg ik. Je hebt de kans op 3-0 en hoe die dan die 2-1 erin valt, dat wisten we. Zij geven niet op en blijkbaar worden ze daarin beloond. Want volgens mij wordt hij 3 keer aangeraakt, die voorzet, en dan gaat paal op paal en uiteindelijk ligt hij erin. En dan moeten we rustig blijven en misschien zie je dan toch ook dat onze aanvoerder natuurlijk eruit gaat. Dat het misschien net even, maar goed, ik weet het ook niet. Ik heb voor mijn gevoel ook, ik weet niet waar het aan lag. We waren het in ieder geval kwijt. En, ja, jullie waren het inderdaad echt helemaal even kwijt, hè? Ja, en ja, zij zijn een ploeg die daarin geloven. En dan valt hij ook 2-2 en 2-3. Maar goed, uiteindelijk is het ook zo heel simpel dat zoals wij de 60 minuten spelen, dat als wij daar 0-1 voorkomen, wil ik het nog wel zien. Ja. Dus er is uiteindelijk niet veel aan de hand. Maar goed, we kunnen wel stellen dat de sfeer in de kleedkamer niet heel positief was. Nou. Nee, dat wilde ik eigenlijk vragen, maar dat ken ik van tevoren al raar. Het is nu de knop omzetten en op naar zaterdag en... De kansen liggen er absoluut, hè? Ja, nee, dat is net ook gezegd. Zeker als we naar het eerste uur kijken. We hebben natuurlijk een fantastisch seizoen en we hebben dit toetje bereikt. En dan moeten we nu ook in de slechte tijden als team er staan. En dan gaan we gewoon volle bak naar zaterdag toe.